Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2017. Mijn naam is Michael en vandaag gaan we weer wat anders doen. Ik heb Weiland 17 momenteel net gekocht en wij gaan daarop lekker mais hakselen. Mais hakselen hebben we wel nodig om de dieren te gaan voeden, dus vandaar dacht ik, nou ja, misschien is het een leuk idee om het een keer te gaan gebruiken. Nou, verder rest moeten we hier natuurlijk eventjes dit instellen en dan gaat het helemaal goed, als het goed is. Zo. En dan een kwestie van gas geven. En ja, het is natuurlijk niet de grootste hakselaar, helaas. Dat is niet mogelijk. Dat gaat ons een beetje te veel geld kosten. Ik heb deze inderdaad gekocht, niet gehuurd gekocht. Want ja, we moeten gewoon wel wat meer hakselen. Het is niet het enige wat we gaan hakselen. We moeten namelijk een hele berg hakselen. Want ja, we hebben gewoon... We hebben nog geen koeien, geloof ik. Maar verder zag ik ook net iets heel belangrijks. Dus we gaan niet de hele aflevering hakselen. We moeten straks namelijk ook nog wat wegbrengen. Een beetje geld verdienen. Kijk, passen we hier precies tussendoor. Ja, het lijkt er wel op. Hij is bijna breed genoeg. Ik denk als we de crop destruction hadden staan, dat... De linkerrij nu weg had gegaan. Nou, we zitten al bijna 10%. Dus nou ja, voordat we klaar zijn. Het duurt wel even, maar... Dan hebben we ook wel wat. Het is namelijk voor mij best wel een flinke kar. Ik ga een paar baantjes trekken. En daarna gaan we over naar het andere belangrijke wat er is. Nogmaals, ook weer sorry. Deze week, of vandaag, is er weer ook een wat kortere aflevering. Omdat ik namelijk toetsweek heb. En ja, ik kan gewoon niet te lang achter de computer zitten. Want ja, ik moet gewoon leren en ik moet mijn examen halen. Anders heb ik een beetje een groot probleem. Want ik wil zelf ook graag mijn examen halen. Dus ik moet gewoon even wat gaan leren. En ja, daarom is deze week wat minder lange afleveringen. Ofwel probeer ik elke week een aflevering te doen of elke dag. Maar dat gaat natuurlijk niet altijd lukken. Ik probeer het wel. Maar of het lukt, dat weet ik niet. Misschien is het wel ineens dat er geen aflevering komt. Sorry daarvoor. Maar ja, ik moet echt. En het liefst wil ik gewoon normaal mijn afleveringen doen. Want ja, ik wil gewoon kwaliteit leveren. Maar ja, dit soort dingen zijn toch echt even belangrijker. Ik kan namelijk ook zeggen van, ik heb helemaal geen zin in YouTube. En dan hebben jullie helemaal geen video's. Dat zou ik een beetje... Dat vind ik nog erger. Dus dan doe ik liever maar wat minder video's. Maar wel een video. Dus ja, dat doe ik nu. En dat gaat helemaal goed. Ja, verder rest. Ik ben blij dat het weer... weer lekker druk... dat het weer lekker gaat. Ik ben blij dat het... ja, dat jullie het allemaal weer leuk vinden. En dat we gewoon lekker doorgaan. En... Ja, wat moet ik eigenlijk zeggen? Nee. En ik las net vanmiddag het verschrikkelijke nieuws van een maatje uit mijn klas. En ik weet niet of jullie Master Milo kennen. Master Milo 83, dacht ik. Maar die hadden in ieder geval een schuur waar ze altijd in werkten. En die is volledig uitgebrand. Dus al hun bouwwerk zijn eigenlijk zo goed als weg. Dus dat is best wel een beetje sneu. Best wel sneu. Ik vond het namelijk altijd wel lachen video's om naar te kijken. Echt een beetje, ja, wat ik het liefst ook zou doen. Maar dat gaat natuurlijk niet. Want, ja, ik heb er de plek wel voor, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Misschien nou een beetje als hobby. Ik wil ook wel een keer een crossauto kopen of maken. Dus misschien komt dat in de toekomst. Maar in ieder geval, ja, van Master Video's een hele schuur is uitgebrand. Ik vind het echt triest. Ja, er was iets verkeerd gegaan met Lasse, hoorde ik. Dat zeiden ze zelf ook. Wat er nou precies is misgegaan, dat weten ze niet. Maar, ja, het was iets. Iets was niet helemaal goed gegaan. Zo. En dan zien we een dingetje knipperen. Dat is maar Mary's Farm. En vandaag is de waarde heel erg omhoog. Ja, en meer dan dat kan ik er vandaag helaas niet van maken.
Ik denk, ja, nou ja, ja, het is wel een beetje een hele korte aflevering, maar ja. Ja, we kunnen nog wel wat verder gaan hakselen, maar verder rest kan ik het niet echt. Ik moet namelijk ook nog deze video bewerken. Dat is dan niet zo heel veel werk, omdat het natuurlijk een kortere video is. Maar, ja. Oh, ja, bijna bordje omver. We moeten hier afslaan. Ho, 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 ho. Het is lekker stijl berg hier. Met een, 1200. Dames en heren, vorige keer had ik het ook aan jullie gevraagd. Hoe zwaar de balen waren in Sellington. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe zwaar nu zo'n lading droog tarwe weegt. Hoe zwaar weegt het? Ik heb 12, is het 12 kuub? Ja, 12 kuub bij me. Hoeveel weegt dat? Of is het 12 ton? Voor mij is het 12 kuub. Voor mij is het in liters. Ja, het is in liters, dus 12 kuub. De 1 kuub is namelijk 1000 liter. Dus 12 kuub, bijna 13 kuub graan heb ik bij me. Of tarwe. Hoeveel weegt dat? Ik ben eigenlijk wel best wel benieuwd. Of is het... Nee, het is graan. Ja. Oh, wat doe ik nou? Ik moet er gewoon heen rijden. Niet heen bezoeken. Ik dacht, ik kan bezoeken met mijn trekker. Daar ben ik er in één keer. Maar zo weet ik. Het zou een beetje makkelijk zijn. Het zou een beetje heel makkelijk zijn. Steile heuvel. Dat moet ik wel zeggen. Ja, dat hebben ze op zich wel aan de ene kant leuk aangepast. Maar aan de andere kant ook wel weer. Het gaat nou wel heel slom allemaal. Dat vind ik ook gewoon weer een beetje jammer. Maar ja. Nou, we zijn er. Nou hoop ik dat ik het goede heb meegenomen. Wat namelijk de zooi. Wat is in aanbieding? Oh shit, ik heb het wat verkeerd ook. Nou, jammer dan. Ik verkoop het wel. Het andere is in de aanbieding, maar dat heb ik natuurlijk weer niet meegenomen. Het zal eens een keer wel zijn. Niet dat een hele weiland koolzaad. Ho, 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 ho. Wat doet dat ding, joh? Af, Kees. Nou, hier kan je ook de koeien en alles verkopen en verkopen. Maar daar zijn we niet voor. We zijn voor Mary's Farm. Wat hij hiervan gaat maken, weet ik niet. Je kan hier ook je mest verkopen. Dat is ook wel iets leuks wat ze hebben toegevoegd. Voor mij levert dit ook wel wat op. Nou, niet zo heel veel. Maar beter is dan niets. 7000 euro. Nou ja, mooi toch. Dan gaan we weer terug naar de boerderij. En ja, ik wil binnenkort eigenlijk ook een klein tikje wat in het bosbouw gaan doen. Dat lijkt me ook wel leuk. Wat lijkt jullie daarvan? Laat het hier beneden achter in de reacties. Of jullie ook wat willen dat ik wat meer bosbouw ga doen. Of meer, maar... Dat ik eens een keertje een aflevering ga snipperen. En volgende week heb ik gewoon weer de volle afleveringen terug. Dus misschien is dat dan leuk om volgende week weer mee te beginnen. Om hem met de kettingzaag per boompjes om te hakken en in de versnipperaar te gooien. En het voordeel is, je hoeft daar niet zoveel onderhoud aan te doen om het te kunnen beginnen. Je kan namelijk gewoon bomen staan en genoeg kan je omzagen of snipperen. En die snippers kan je verkopen. Of gewoon alleen stammetjes, dat kan ook. Ja, dat is iets wat we even moeten kijken. Willen jullie dat wel of willen jullie dat niet? Laat het achter. En dan ga ik er werk van maken. Willen jullie dus eventueel wat anders zien? Laat het gewoon allemaal achter. Reacties vind ik, lees ik eigenlijk allemaal. Ik lees alle reacties. Ik reageer niet alle overal op. Maar ik lees ze wel allemaal. Ik ga er maar echt van uit. Ik lees ze echt allemaal. En Ja, van jullie input kan ik natuurlijk ook een hoop. Want als jullie zeggen van, nou, ik wil graag dit en dit. En meerdere mensen zeggen dat. Ja, dan is de kans 99% dat ik dat ook ga gebruiken. Want ja, jullie zijn de kijkers en jullie bepalen ook een beetje wat ik doe. Want ja, dat is gewoon een beetje logica eigenlijk, toch? Ja. Als ik namelijk zeg tegen jullie van, fuck jullie, boeit me niet wat jullie willen. Ja, dan schiet niet echt op. Zo zit YouTube niet aan met elkaar. Ik probeer jullie te entertainen. Ja, ik entertain jullie dan natuurlijk nu wat minder met de video's. Omdat het gewoon kut is eigenlijk. Ja, ik kan heel simpel over het bot over zijn. Het is gewoon kut. Ja, ik heb het ook niet verzonnen in toetsweek. Eigenlijk ben ik aan de ene kant ook wel weer blij dat we toetsweek hebben. Want je hebt ook namelijk ook scholen die doen geen toetsweek meer. Die doen die toetsweek gewoon door de week. En met toetsweek ben ik nog eerder uit ook. Dus ik ben vanmiddag 12 uur uit. En
ja, dan ga ik leren voor de volgende toets. En ik moet nog het een en ander weer wat werken en doen. Dus ja, druk zat. Geloof me, ik zit nooit stil. En misschien willen jullie ook een serie dat ik wel eens film wat ik op mijn werk doe. Ik heb namelijk laatst een band voor op mijn hoofd gekocht. Waarin ik mijn camera kan doen op mijn, mijn GoPro. En ja, dan kan ik jullie laten zien wat voor werk ik eigenlijk doe. Ik denk dat het op zich wel een geinig idee is. Laat het hier beneden achter als ik daar een apart kanaal voor aan moet maken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. En dat heet het kanaal Werken met Gevoel. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het wel een leuke naam. Laat beneden wat jij ervan vindt. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer. Vergeet natuurlijk niet het blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet beneden niet te abonneren. En vergeet de reacties niet achter te laten. Hoe of wat. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Dus tot de volgende keer. En ik zeg natuurlijk zoals altijd. Laters.